Zijn niemand meer in de preek? Is niemand meer in de preek nodig? Even kijken. Welke ben je jongens niet? Allereerst nog goedemiddag op 3. 1, 2, 3. Goedemiddag. We zijn al 10. Ik ben Henk Pietersen. De meeste mensen hebben over Henk. Hallo, over Henk. Hallo, Henk. Mijn gasten van de ZZ Leiden, van het basketbalteam. Hey, is het cool, ja of nee? Ja! Heb je niet genoeg van mij? Ik heb nee. Hey, hey, even snel, van de heren 1, van de eerste heer, een Amerikaan en een andere. Oké. Hey, even snel voor ik begin, jongens. Ik speel ook heel veel basketbal. Ik ben semi-kampioen van Nederland. Hey! Rustig. Ik speelde 4 jaar in Amerika. 10 dagen NBA, ken je Michael Jordan? Ja, doe de groeten. Oké. Ik speelde 101 keer van het Nederlands team. Hey. Nou, man. Heel veel geld verdiend. Op een gegeven moment had ik 9 auto's voor de deur. Maar ja, hou die waren van de buurman. Dat was een autoverkoper. Dat lijkt me in mijn leven wat. Waarom ik ben gaan basketballen. Het heeft me gered. Op 15 jaar geleden was ik al heel lang. 2,05 meter. Alleen ik woog toen de helft van nu. Ik ben nu 130 kilo. Ik woog toen 65 kilo. Ik was een lopend skelet. En iedereen noemde mij zo. Skelet, lange dweil, spaghetti sliert, lopende röntgenfoto. En mijn brood had ik nooit met andere kinderen op school. Ik zat het toilet te eten vanwege de pesterijen. Is dat leuk? Nee. Ik ken het. Alleen dan omgedraaid. Ja, het is niet leuk. Het was verschrikkelijk. Heb je tegen mij? Hij zegt, je bent er geen. Maar op school hoorde ik wat alleen? Oh ja! Je bent aan de overkant, niemand mag loslaten. Dit is je team, laat die los of valt die steun gewoon mee. Go! Zo doen we je leven steunt. Als iemand valt, steun gewoon mee. Goed zo. Stel gewoon mee. Blijf blij met jou. High five. Oké. Jij ook. Kom op. Jij helemaal. Kom op. Zeg elkaar. Jij ook. Niet te hard hoor, jongen. Jij ook. Zijn die broers? Ja, versnijden. Versnijden over de hele kant. Oh, niet ver, niet ver. Nee. Jongen. Je moet voor de spiegel kijken. Iedereen durft het jou te zijn? Ja. Doe mij na. Rechter voet ervoor. Rechter voet achter. Naar voren. Linker hand omhoog. Zal ik je mafkeer zien? Oké. Als ik fluit, doe hetzelfde als ik. Meisjes dan zo, oh mijn nagel. Heb je niks aan? Oh, sorry. Als het fluit. Rubbel! Rubbel! Niks automatisch. Als het rubbelt in je hand wijd, doe even zonder bal zo. Als Gerard Joling. Onderaan erbij en nu rubbel. Ja, wacht even dan. Ik neem je mee, ik ga het over terug. Ik neem de bal mee van beneden boven. Doe maar. Ik neem je mee. Dat liedje gaat niet zo. Ik ga je slaan. Dat is als je trouw bent. Oké, jongens, bal vast. Let op. Oké, met je linkerhand. Vooral rustig rennen, die gaan rustig lopen, niet rennen. Nu met je linker rechterhand iets sneller. Oké, linkerhand iets sneller. Dan kom jij nou dan.
Alle oefeningen die we doen, die bestaan gewoon. Die bestaan gewoon. Alleen ik heb een muziekje achter en ik doe er een paar dingetjes mee. Dicht bij je lichaam en draai. Let op! De bal probeert iemand af te pakken van de hand waarmee je dribbelt. Dus je dribbelt, dus die hand gaat achteruit met de schouder en de been die eronder zit. Achteruit, zie je dat? Achteruit. Begrepen? Dus niet vooruit, hè? 3, 2, 1, go! Netjes! Heel goed! Al jullie zitten erop, nu speel het vals. Nu ga je dribbelen en je staat stil in een schothouding. Deze manier. Boem! Moet je goed kijken. Mijn rechter elleboog zit boven mijn rechterknie. Dan kijk ik erboven. Als je links bent, is het de andere kant. Dus ik krijg dit. Boem! En je kijkt gelijk omhoog. Alsof je gaat schieten. Oké, zodat de tegenstander denkt, wow, hij gaat dat doen, man. Let's go, let's go, let's go. Netjes! Netjes! Let goed op. Als je stopt, wil ik dat je voeten onder je schouders zijn. Dus niet dit. La 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 la. Oké, je krijgt dus dit. Zie je? Mijn voeten zitten onder mijn schouders en je kijkt. Elleboog zit boven je knie. Het is allemaal oké, okay, man. Netjes hoor. Goed zo. Nu hetzelfde oefening. Alleen als ik stop, ik fluit, schiet je de bal zachtjes omhoog en je wijst de bal na. 3, 2, 1, go. Heel goed. Goeie groep. Heel goed. Krijgen 15 seconden terug te komen. Lukt dat niet, doen jullie 20 keer opdrukken. Doe hem zo. Oké. 3. Waar komt er dan 3? 2. Dat is ik of 4. Ook doe je dat. Wanneer? Lieve Ego. Alleen de dames zijn langharig gegaan en gegaan. Twaalf seconden. Applaus voor deze groep. Je gaat naar de groente, man. Je hebt 3 bananen nodig. Is er een trosbanaan of een tresbanaan? Hallo, dankjewel. Stap je achteruit. Neem maar alsjeblieft geen smaak, jongens. Wir fangen eerst mal an!